Raemon Sluiter, is de cirkel nu rond? Ja, ik geloof het wel. Dat was die al en dat is die nu helemaal. Fantastisch afscheid gekregen vandaag. Ja. Want dat zei je vooraf, van de cirkel wordt hier rond. En dat is voor jou ook, dat gevoel heb je ook nu wel, dat het zo is? Ja, absoluut. Opluchting is het goede woord, denk ik. Op het moment dat je beslist om te stoppen, en dat was een week of 6, 7 geleden, dan stop je eigenlijk op dat moment al. En dan start het hele, of het hele, nou ja, toch wel, want het heel lang je leven beheerst, start het hele verwerkingsproces. En dan is dit nog een laatste afscheid, echt tastbaar. Weet je wel, met mensen erbij in de plek waar je het liefste getennist hebt. Alleen voor jezelf in je hoofd ben je eigenlijk al professional af op het moment dat je het besluit. Hoe leef je dan toch naar zo'n moment toe? Nou ja, op zich om hier te gaan spelen, daar heb ik geen extra adrenaline kick voor nodig of zo. Dat komt dan vanzelf. Zeker op het moment dat je aan de vooravond van het toernooi zit, een weekje ervoor, dan, ja, dan word je alweer gretig. Weet je wel, je hoort de mensen om je heen alweer. En ja, wat ik al zei, ik kom hier gewoon heel erg graag. Dus op het moment dat je hier binnenkomt, dan valt dat ook weer, dan komt dat ook weer binnen. Echt. En de ambiance was prachtig. Ja, prachtig. Het zat helemaal vol en wat ik al zei, weet je, ik ben gewoon wereldwijd gezien gewoon een subtopper geweest. En ja, als je dan zo'n afscheid krijgt, ja, dat doet dan wel wat met je. Dus eigenlijk, het afscheid is volgens mij gewoon wereldtopper waardig. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat het niet op zijn plaats was. Ja. En nu? Morgen? Wat ga je morgen doen? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb ook zo'n gevoel, weet je, mijn gevoel is dat ik het al verwerkt heb. Alleen je kan niet zeggen, weet je wel, wat morgen of wat volgende week komt. Dus misschien leer ik morgenochtend keihard te huilen in mijn bed, ik weet het niet, maar dat geloof ik niet. Nee, morgen gewoon relaxed en ik denk dat ik hier morgen gewoon naar Robin Hazen ga kijken. Want ja, weet je, tennisliefhebber ben ik nog steeds en dat zal ik altijd blijven.